Deelnemers, start vrij. Voor de eerste van vandaag de Zeda Club van 100 prijs. En het is de eerste van 9 heerlijke koers onder perfecte weersomstandigheden. Paarden gaan zich opstellen achter de vleugels van de startauto. Een open koers met aan elkaar gewaagde paarden. Denk daarbij aan Elliot Charisma en Kiss of Fire. Die toch beide geweldige dingen hebben laten zien hier op Alkmaar. En we gaan met de paarden richting het startpunt. 2060 meter. 3 volledige rondes. En dan weten we wie de opener gaat winnen. Nog 100 meter. 50 meter nog. De start is gevallen, de paarden onderweg. Prima start voor alle deelnemers. En het is Elliot Charisma die Gently Boko probeert af te troeven. Ah, daar gaat van de benen Kiss of Fire. Kiss of Fire maakt weer een fout en gaat naar de buitenkant van de baan. En de deelnemers die ronden de eerste bocht. En het is daar dat aan de buitenzijde Marco Spin met zijn Elliot Charisma door probeert te drukken. Demi Veenstra wil Gently Boko wel terugnemen. Maar Gently, ja, die pakt het bit aardig op. En zo gaan de deelnemers dan op weg naar einde overzijde. Met inmiddels aankop van het veld die nummer 2, Elliot Charisma. Maar die gaat daar werkelijk geen moment rust krijgen. Want aan de buitenzijde komt daar al de vraag stellen. Zo te zien Misha Brouwer met zijn Indy Star Lake. En die Indy Star Lake die heeft inmiddels een halve lengte voorsprong genomen. Het wordt 3/4 lengte. Het is een behoorlijk pittige beginfase. Maar Marco Spin denkt, nou, laat maar even gaan. Even uitblazen. En dus hebben we op dit moment alle paarden achter elkaar met nog 2 rondes te gaan. En het wordt zelfs een rokade, zoals dat mooi heet. Stuivertje wisselen in gewone taal. En het is Elliot Charisma die het hef in handen neemt. Op de tweede plaats dan het nummer 5 van Indy Star Lake. Achter in die Star Lake is dan aan de binnenzijde Gently Boko. En op een lengte daarachter opereert dan Rob van Toor met zijn Lano EV. En achter Lano EV hebben we dan op de 5e plaats Jared River. En die wordt op een lengte weer gevolgd door Caroline Albers met haar Cassidy Bit. En zo ligt het als we halverwege de overkant van de baan zijn. De Green Art Productions achterlatend. En de Boko-bocht doemt op. En het is aan kop van het veld die nummer 2, Elliot Charisma. Heeft een lengte voor. Op de 2e plaats daarachter volgt dan nog altijd heel waakzaam die Indy Star Lake. Maar er komt wat reactie in het veld, want Rob van Toor die brengt zijn Lano EV inmiddels in stelling. En die komt er schuin naast het tweede paard te liggen. En het schuift een beetje in elkaar en het spel gaat zo dadelijk op de wagen. Want we hebben bij het passeren van de finish nog precies 1 volledige ronde te gaan. Aankop van het veld, sterk gehouden. Nog Elliot Charisma op de 2e plaats aan Indy Star Lake. En de buitenzijde Lano EV. Nu komt vanuit de start van het veld reactie. Want zowel Jared River als mede die Cassidy Bit die gaan kijken of er wat te halen valt. En doen dat op het punt dat de mensen, de deelnemers het paviljoen van Jong Holland achter zich laten. En aan de binnenzijde die Elliot Charisma nog altijd leidt. Op de 2e plaats hebben we daarachter dan die Indy Star Lake. Die krijgt een mooie koers en krijgt nu ook vrijbaan. Aan de buitenzijde de aanval van Jared River. Aan de binnenzijde Gently Boko die zich geweldig weert in dit geweld. En we zijn inmiddels halverwege de laatste bocht met nog altijd Elliot Charisma aan kop van het veld. Heeft nog altijd die halve lengte voorsprong. Maar het is aan de buitenzijde Indy Star Lake die toch serieus de aanval nog een keer inzet. Deze twee lijken het uit te gaan vechten. Gently Boko aan de binnenkant die geen meter te veel loopt. En we komen in de laatste meters. Elliot Charisma krijgt nog 1 aanval van Indy Star Lake. Maar Elliot wint het gewoon hoor. Elliot Charisma, Indy Star Lake en op de 3e plaats. Heel knap. Paard nummer 1, Gently Boko.